Zaterdagmiddag verzamelden zich 150 actievoerders bij de ingang van het gemeentehuis in Heerenveen. Zij wilden zich opnieuw laten horen tegen de komst van een open jeugdgevangenis, het Poortje. Welkom. Geweldig dat jullie ondanks het slechte weer toch in grote getalen zijn komen daar. De actievoerders zeggen geen goede argumenten van de politiek te hebben gehoord over de komst van het Poortje naar Heerenveen Noord. Kinderen lieten zwarte ballonnen los als teken dat er zwarte wolken boven Heerenveen hangen. Aankomende donderdag valt het definitieve besluit wel of geen poortje in Heerenveen.